De hoofdpersoon heet Victoria. En dit stukje dat ik voorlees is ze nog jong. Veel jonger dan ik en zelfs nog jonger dan Renske het bestaat. De dag waarop ik met mijn wiskundeleraar had gezoend, kwam ik bedrukt thuis. Mijn moeder zat in de huiskamer, omringd door een berg stinkende speelgoedbeesten en kartonnen dozen. Een half jaar na de dood van mijn vader had Sophia zich op allerlei liefdadigheidsprojecten gestort. Water voor Namibië, aspirientjes voor Vietnam, tandenborstels voor de Chinezen, knuffels voor de Oostblokwezen. Als de nood aan de man was, was mijn moeder je vrouw. Al maak ik maar één kind gelukkig, placht ze te zeggen. Die ene glimlach, dat is het allemaal waard. Terwijl mijn moeder de wereld redde, redde ik mezelf. Dat de glimlach van haar dochter steeds minder vaak op haar gezicht verscheen, gleed langs haar heen. Hoe was het op school, schat? Vroeg ze afwezig, terwijl ze op een van de dozen met grote letters konijnen schreef. Ik mompelde iets onverstaanbaars. Ik zit goed in de beren en de konijnen, maar ik kan nog wel wat apen gebruiken, constateerde Sophia. Ik keek in de apendoos. Er lagen 3 beesten in, waarvan ik er eentje onmiddellijk herkende. Die is van mij, zei ik verontwaardigd. Dat is Chimp. Die heb ik al mijn hele leven. Ik trok het aapje uit de doos en drukte het tegen mijn borst. Doe niet zo kinderachtig. Je bent veel te oud voor een knuffelbeest. Hij is van mij, herhaalde ik koppig. Victoria, leg die aap terug. Mijn moeder verhief haar stem. Je moet leren delen. Dat heb ik altijd tegen je vader gezegd. Een enig kind moet je niet te veel verwennen. Hij heeft dat natuurlijk toch gedaan. En nou zien we wat er van komt. Dat beest lag onder in je kast. Je deed er niets mee. Je kwam niet eens op het idee om hem aan een ander te gunnen. Waarom zou ik? Omdat je niet alleen op de wereld bent, meisje. Er zijn kinderen die hem veel harder nodig hebben dan jij. Ik keek naar Chimp. Zijn zacht roze lijfje was oud en versleten. Zijn plastic snoetje nog intact. Ik kende hem zo goed. Hij had me vaak getroost. Hij had een brede rode lach op zijn gezicht. Alsof hij een beetje lippenstift op had gedaan. Chimp was altijd blij. Mam, ik probeer het met redelijkheid. Ik ga nu naar de speelgoedwinkel en ik koop een speelgoedaap van mijn zakgeld. Oké, dan kan ik Chimp houden. En dan gooi je hem weer zeker onder in de kast. Dat is pure verspilling, jonge dame. We gaan geen nieuwe apen kopen als we nog oude hebben. Ik zag aan haar verhitte gezicht dat ze niet overstag zou gaan. Ik wist dat me nog maar één ding restte. Leren delen, zei je toch? Wat jij wil, mam. Voordat Sophia iets kon uitrichten, hield ik Chimp ondersteboven, pakte zijn 2 onderste pootjes en trok ze met kracht uit elkaar. Zijn lijfje scheurde doormidden tot aan zijn hoofd. Ik trok de rechterhelft van zijn lichaam van zijn hoofd en gooide het in de doos. Zijn hoofd met het afgereten lichaam, waar de vulling uitpuilde en waaraan nog een arm en een pootje bungelden, nam ik met me mee terwijl ik naar mijn kamer rende. Daar smeet ik de deur achter me dicht en wierp me huilend op bed.